Zo in Langerak, wat is er precies aan de hand? Vanavond heeft er een explosie plaatsgevonden in een transformator, een 380 kilovolt transformator. Ja, die is in brand gevlogen. Er zit een olie in, die is volop gaan branden. Alleen op dit moment kunnen wij als brandweer het terrein nog niet op, omdat het terrein nog niet veilig is gesteld door Tennet. Het heeft te maken dat er nog meer transformatoren staan. Er is geen oorzaak op dit moment wat de brand zou hebben kunnen veroorzaken. Dat zal... Ja, de rook die trekt over Langerak heen. Op dit moment regent het, gelukkig. Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met de olietanks die erin zitten. Ik weet niet technisch hoe het precies in elkaar zit, maar dat heeft puur te maken met die transformator, de opslag van olie in die transformator.